kinderen van de Valentijnsschool. En we zijn hier omdat we Elie gaan interviewen over de kinderpostzegels. Ik vind het leuk om te doen. Beetje leuk soms. Veel mensen zeggen nee gelijk. Maar ik vind het leuk stichting voor om de mensen te helpen. Hoe vind je het dat de school dat organiseert? Ik vind het leuker, want het gaat altijd over een onderwerp die kinderen helpt. En dan moet het eigenlijk gedaan worden door kinderen. Hallo, ik ben Dilara. Ik ben van CBTV en ik ga Behira interviewen. Hallo Behira, kun je iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Berenginner van de Valentijnsschool. Hoe oud ben je? Ik ben 10, ik ben bijna 11. Wat heb je in je hand? Dit zijn kinderpostzegels. Wat zijn kinderpostzegels? Dat verkoop je voor het goede doel. Wat voor goede doel? Om kinderen een veilige thuis te geven. Vorig jaar was het voor arme kinderen en dit jaar is het voor een veilig thuis. Vind je het leuk om te verkopen? Ja, ik vind langs de deuren ook heel leuk gaan, omdat je dan iets te doen hebt. En als mensen ja zeggen, heb je geluk, maar meestal zeggen ze nee. Heb je al goed kunnen verkopen? Ja, ik heb er al 12. Dat is het minst van onze klas dus. Weet je ook wie de meeste heeft verkocht? Ja, Ahmed. Hij, volgens mij is hij met de tweede mapje, derde of de tweede. En Mustafa. En hoeveel kun je eigenlijk verkopen? Nou, je kan er zoveel mogelijk verkopen. Zeg maar, je bent klaar met deze map en de volgende. En de volgende kan je steeds bij de meester of juf een ander halen. Waarom vind je het leuk om aan CBTV mee te doen? Het lijkt me interessant om ook een keer iets anders te doen. En CBTV is echt mijn ding. Interviewen, praten, filmen. Dus dat vind ik leuk. Oké, heb je nog andere hobby's? Ja. Zwemmen, voetballen en buitenspelen, met een vriendje chillen. Weet je ook waar we nu staan? Ja, bij mijn klant voor de deur, maar hij is niet thuis, jammer genoeg. Hij heeft ook bij mijn kinderpostzegels gekocht. Dat kan je zien aan het zegeltje bij de deur. Die zegeltje is daar omdat dan kinderen niet meer aanbellen. Kun je ook uitleggen waarom je deze plek hebt uitgekozen? Omdat hij echt enthousiast was toen hij het wou kopen en hij heeft het zelf ook gedaan. Wat vind jij van de kinderpostzegels? Ik vind het leuk om te doen. Beetje leuk soms. Veel mensen zeggen nee gelijk. Maar ik vind het leuk stichting voor om de mensen te helpen. Hoe vind je het dat de school dat organiseert? Ik vind het leuker, want het gaat altijd over een onderwerp die kinderen helpt. En dan moet het eigenlijk gedaan worden door kinderen.